Cornelis is een veelzijdig artiest, een kunstenaar in de ware zin van het woord. Een heel leven vol creativiteit, wat, nou, ik begrijp van mijn echtgenote die daar een artikeltje over schreef, pas moeilijk werd, Cornelis, hoe je besloot om even met het creatieve te stoppen. Toen werd je ziek. En pas na die tijd, toen je besloot het creatieve weer te laten stromen, ging het je weer goed. Dus hoe ontstaat een dik 80-jarige jongeling die voorlopig nog voldoende lef heeft?